dit had ik natuurlijk ook weer niet verwacht. Als je aan de Albert Nijhuislaan moet zijn, dan is dit wel een van de mooiste plekjes met maar liefst 1400 meter grond. En dit grenst dus achter je huis. Een bospaadje, ruimte, groen. Ja, je hebt daardoor privacy. We zijn aan de Albert Nijhuislaan, een vrijstaande woning uit 1976. Met 1400 meter grond dus. En daarachter ook allemaal groen. Dus je woont hier echt op een Veluws plekje. Een verrassend Veluws plekje. Dat je zo vrij kunt wonen. Ik loop er even omheen. Kijkt u alvast vanuit de lucht naar dat mooie plekje. Ja, we laten het bos achter ons. Dan komen we aan de Albert Nijhuislaan zelf. Heel rustig straatje. Eigenlijk alleen maar bestemmingsverkeer. Je ziet dat het huis is omgeven door groen. Waardoor je heel veel privacy hebt. Ja, en op een perceel van 1400 meter grond heb je dat eigenlijk sowieso altijd wel. En dat kom je niet veel tegen in de wijk, zo'n groot perceel. Het is in 1976 gebouwd en hier ziet u eigenlijk bij wijze van spreken maar de helft van het huis. Want het is aan de achterzijde uitgebouwd, daar nog een keer een tuinkamer bijgekomen, garage naast het huis. Dus het is een huis met heel veel verrassingen. Niet alleen de plek, maar ook de ruimte van het huis. Met de garage naast het huis, met daarboven nog een hele verrassende ruimte. Eigenlijk een soort gastenverblijf dat je daar heel makkelijk kunt maken. Dus het is een huis wat op heel veel manieren ingezet kan worden. Voor bed en breakfast, voor mantelzorg, inwoning of gewoon lekker ruim wonen met bijvoorbeeld kantorenhuis. En het is een 76 gebouw, dat is een degelijke bouw, maar het is ook verduurzaamd. Want het heeft energielabel B, HR++, beglazing bijvoorbeeld, 8 zonnepanelen, kruipruimteisolatie. Ja, dat maakt dat het heel goed wonen is hier. Comfortabel wonen, maar ook betaalbaar wonen. Met heel veel mogelijkheden en heel veel ruimte. En dat ziet u bijvoorbeeld hier aan de zijkant van het huis met de aanbouw erachter. Maar loop maar even mee naar de tuin. Ja, je wandelt door je eigen groen. Het is een parkachtige tuin, om even zo te zeggen. Met mooi gezond ertussen. Omgeven door groen, maar wel op afstand. Waardoor je een hele mooie open plek hebt waar de zon prachtig omheen draait. Vandaar ook hier die tuinkamer waar je heerlijk kunt genieten. Van de tuin, van de vijven, de vogels, de eekhoorntjes door de bomen rennend. Ja, het is een heerlijk plekje. Heel veel ruimte dus, maar dat geldt ook in het huis, laat ik u straks zien. En om het huis heen met daar dus de garage met een grote zolder erboven. Daarachter nog een dubbele carport. Kan je ideaal bijvoorbeeld een camper, bus of caravan stallen. Wil je hobbyen met een moestuin? Dan kan dat hier ook. Kortom, een huis met heel veel mogelijkheden. Een schitterend plekje wat u echt even gezien moet hebben om dat te komen beleven. Maar ik ga u eerst meenemen naar binnen. Ja, buiten heeft u al wat verrassingen gezien, maar achter de voordeur gaat er nog veel meer schuil. U komt binnen in een mooie ruime hal. Prachtig die hoogte met de vierde. En beneden is de hal centraal gelegen naar de woonkamer en rechts naar de slaapkamer en de badkamer. Allereerst de woonkamer. En dan komt u de woonkamer binnen. En dat is een hele langgerekte woonkamer. Zeker als u straks de tuinkamer erbij ziet. Met het zitgedeelte hier aan de voorzijde. En wat heel fijn is, is die vele raampartijen. Die helemaal tot beneden aan toe doorlopen. Dat geeft heel veel lichtinval. Dus een prettige zithoek hier bij de houtkachel. HR++ beglazing vindt u hier. Airconditioning vindt u hier. Ja, heerlijk. Het zitgedeelte dus aan de voorzijde. En door al het groen zit je hier ook fantastisch. Kijk je mooi op het groen uit. Het eetgedeelte hier in het midden bij de open keuken. En daarachter krijgt u wel een voorproefje van die prachtige tuinkamer die erbij is. Maar allereerst de keuken. Dat zie je dus opengemaakt eigenlijk in het hart van het huis. Contact dus ook met het eetgedeelte. Lekker open met een gaskookplaat, koelkast, heel veel kastruimte. En wat natuurlijk praktisch is, hierachter een hele ruime bijkeuken. Aansluiting voor de wasapparatuur onder andere. Koelkast bijvoorbeeld vindt u daar ook. En daarachter de doorgang naar de tuin toe. Maar zeker hier de ruimte van de tuinkamer. Dat is echt ook weer een van die verrassingen bij deze woning. Ja, dit is een fantastische ruimte. Als je hier zit, schuif bij u open. Deze kan helemaal open. Het dak kan zelfs open. Dan is het gewoon cabrio wonen, zou ik haar zeggen. En geniet je optimaal. En kan je nog beter de eekhoorntjes en de vogels spotten hier. Want dat is natuurlijk hier een Eldorado voor die beesten. Ja, wat een lengte, zeker als je hier staat. Prachtig. Echt woonruimte XXL zou ik haast zeggen. En dan gaan we hier terug naar de hal. Daar vindt u dus de slaapkamer, garderobe, toilet en de badkamer.
En dus vanuit de hal komt u zo hier in de slaapkamer. Dat is natuurlijk heerlijk om gelijkvloers te kunnen wonen. Met hier achter mij nog een ingebouwde kast. Daar de deur naar de badkamer, dus je kan echt volledig beneden wonen. En het is later een keer uitgebouwd, dus je hebt hier extra veel ruimte voor garderobe. Heerlijk om beneden zo ruim te kunnen slapen. Met dus aangrenzend ook de badkamer. Een hele nette en functionele badkamer met een vaste wastafelmeubel, een lichtbad en een douchecabine. En het toilet die vindt u eigenlijk om de hoek in de hal. En die is dus separaat. En terug in de hal is hier weer een ingebouwde kast, garderobe. Daar dus het apart toilet. En dan gaan we naar boven, want daar is nog heel veel ruimte. Dat heeft hier dus een mooie, vide, ruime overloop. Met dus totaal 3 slaapkamers en een hobbykamer. Bibliotheek, dat is deze ruimte. En de slaapkamer hier aan de voorzijde. Het is een grote slaapkamer deze, die samen met die hobbykamer natuurlijk eenvoudig aan te passen is naar 2 ruime slaapkamers. Met dan de badkamer daarnaast. Ook dat is een nette badkamer, dan vaste wastafelmeubel, toilet en een lichtbad. En dan natuurlijk nog 2 slaapkamers met hier nog een ruime bergzolder. Vliezertrap maar een grote bergzolder boven. De 2e slaapkamer die vindt u dus hier ook eveneens aan de voorzijde, ook mooi ruim opgezet. Met tevens een deur naar het balkon toe. Ja, en dan weer zo'n verrassing bij dit huis. De 3e slaapkamer, of eigenlijk 4e. Het is een hele grote slaapkamer met tevens een deur naar het balkon. Maar door de aanbouw hier aan de achterzijde, die je dus ook vanaf de weg niet zo direct zult zien, heb je hier ook boven heel veel ruimte bijgereden. Het is nu zo ingedeeld als een hobbykamer. Maar het is natuurlijk een fantastische slaapkamer. Je hebt hier nog beschikking over een pantry, dus je zou het ook nog als een inpandig gastenverblijf kunnen zien. Dakraam, airconditioning vindt u hier. Ook hier uiteraard dubbele beglazing. En als je hier slaapt, word je ook fantastisch mooi wakker met dit mooie uitzicht. Ja, u ziet binnen ontzettend veel ruimte. Buiten zag je al natuurlijk een beeld. En dan loop je hier eigenlijk overdekt zo naar de garage toe, die vrijstaand staat. Maar verdeeld dus in een garage en daarachter de grote berging. Daarboven een hele grote zolder. Daar is gewoon een slaapkamer bijvoorbeeld. Met hierachter weer de carport, overkapping. De huidige eigenaren vonden dit juist bij de aankoop de meerwaarde. Dat je hier dus ruimte hebt voor stalling, voor een camperbus, een caravan of aanhanger, noem maar op. Het kan hier allemaal. Dat kan daar, maar dat kan ook hierachter. Daar is ook nog ruimte. Ja, en die tuin, fantastisch. Ik heb het al laten zien. Maar ik nodig u uit om het in werkelijkheid te komen kijken, want dat zal niet gaan tegenvallen. Dit moet u namelijk komen ervaren. Van harte welkom. Kijkt u alvast op de website voor meer informatie. En ik zie u graag terug voor een bezichtiging.